Een klant die geïnteresseerd is om meer te weten over preventie of haar of zijn toekomstige gezondheid, gaat naar de coach en kan daar een DNA-test kopen. Vervolgens spuugt de klant in een tube. De coach stuurt die tube vervolgens naar ons op. Wij analyseren de data en genereren een gezondheidsrapport met leefstijladvies, DNA-profiel, leefstijlprofiel en dus ook wat je kan doen om die kant op ziektes weer te verlagen. En dat wordt teruggevoerd naar de coach, die zich eerst moet inlezen in het rapport en het dan communiceert naar de klant. En het hele idee is dat daarna, dan is ons traject is dan voorbij, dat daarna inderdaad het echte werk begint daar, want dan gaat zo'n coach gedragsverandering proberen te doen en doorverwijzen naar een diëtist, doorverwijzen binnen de sportschool zelf om meer te bewegen. Dan begint het lange traject van coaching, van begeleiding. Nou, wat staat er in zo'n rapport? Meerdere kenmerken. Ten eerste jouw DNA-profiel, dus welke genen je hebt en of die jouw risico doen verhogen of verlagen of dat het niks doet voor die bepaalde ziekte. Dan zijn er factoren die niet meer te veranderen zijn. Jouw leeftijd, jouw geslacht, een bepaalde ziekte die je in de familie hebt gehad, misschien ben je blootgesteld geweest aan asbest, dat soort zaken. En dan zijn er factoren die wel te veranderen zijn. Ja, dus je rookt, je slaapt te weinig, je komt heel veel buiten, je hebt dat soort dingen. En dat wordt nog net gebruikt dan om het advies te verkleinen. Kijk, je ziet steeds meer commerciële aanbieders die DNA-testen aanbieden, rechtstreeks op het internet bijvoorbeeld. Dat is toch soms gevaarlijk. En dat is gevaarlijk om meerdere redenen. Er zijn een aantal prijsvechters. Die vatten niet de hele literatuur samen. Die pakken één artikel met een snip, heet dat, een genetische marker. En baseren daar een test op. Dat moeten we niet doen, want je weet niet of dat klopt. Bovendien denk ik dat genetica moeilijk is te begrijpen. Risico's zijn ook heel moeilijk te begrijpen. Dus dit soort testen moet je echt via een professional communiceren aan een klant. Dus ik denk dat het heel onverstandig is om dat soort testen te gaan kopen.